Kees Bakker van windcorporatie Kennemerwind. Gefeliciteerd, na 16 jaar, jullie park is klaar. Klopt dat? Bijna klaar. Er staan er nu 7. Er komen er nog 2 bij de komende dagen. En daar staat er 7,65 megawatt windenergie. Goed voor een heleboel huishoudens. Per stuk wekken ze ongeveer 2,5 miljoen kilowattuur per jaar op. Dat is samen 22,5 miljoen kilowattuur per jaar. Dat is een heleboel. Hoe hoog zijn ze? Ze zijn 65 meter hoog qua ashoogte. En dat is voldoende om een flinke hoeveelheid wind te vangen. De wiekdiameter is 52 meter. Dus de wieken zijn zelf ongeveer 25 meter lang. Beschrijf eens de situatie van 16 jaar geleden. Wie kwam er op een goed plan? Wie kwam er op een goed idee? Dat was onze voormalige voorzitter Jan van Kempen. God hebben zijn ziel. Die heeft ook van het vorige park, van het oude park, nog een paar molens neergezet. Die is hier begin 93 mee begonnen. Met eigenlijk dezelfde kleine molentjes die we ze toen in productie hadden. De kleine lagere wijtjes. Dat plan is later uitgebreid tot 5 stuks. Daarna werden dat grotere molens, want de ontwikkeling ging heel snel. Nou, dat heeft ontzettend lang geduurd inderdaad, voordat de gemeente Zijpen zover was dat ze dit zouden willen. Voordat men van de noodzaak van windenergie doordrongen was. Voordat alle procedures achter de rug waren. Voordat alle bezwaren afgehandeld waren. Tot en met de Raad van State 2 keer. En uiteindelijk hebben we in 2006 de bouwvergunning gekregen. Die werd in 2008 onherroepelijk. En in 2009 konden we eindelijk dit windpark bouwen. Ja, 16 jaar. Dus dat is eigenlijk blijdschap. Maar toch met een beetje een wrange glimlach erbij, of niet? Nou, kijk, als ondernemer had je dit nooit voor elkaar gekregen. Want het is natuurlijk idioot om 16 jaar aan zo'n project te werken. Als je de uren zou moeten tellen en in geld zou moeten uitdrukken. Maar goed, wij zijn een vrijwilligersclub. Wij doen het niet voor het geld, wij doen het voor het milieu. Want ik verdien hier geen stuiver aan. Ik heb ooit 2.500 gulden geïnvesteerd in het oude windpark. Vervolgens gaat Kennemerwind daar verder mee. En konden we dit in samenwerking met partners realiseren. En dat geld komt grotendeels van de bank. Maar we gaan ook obligaties uitgeven, zodat omwonenden en mensen die mee willen doen, goedwillenden, die kunnen hier investeren en die krijgen een rendement van 8% op hun investering. Nou, is er belangstelling voor? We hebben het gepeild voordat we hier aan begonnen en er was ruim voldoende belangstelling voor. We kunnen 1600 obligaties uitgeven van 1000 euro per stuk en we verwachten dat die binnen een paar weken weg zijn en dat is ook de bedoeling. En hoe zeker is die 8%? Die 8% is vastgelegd, dat is berekend en dat kan en daarop is het, dat is van tevoren berekend. Kijk, de windopbrengst die is van tevoren wel bekend. We hebben een gemiddeld jaar hebben we aangehouden. En natuurlijk kan het een jaar minder waaien. Maar zo heb je ook jaren dat het meer waait. Gemiddeld zitten we wel goed. Maar dan moet hier toch een hele grote belangstelling voor zijn. 8% gegarandeerd? Ja, nou, gegarandeerd is het natuurlijk niet. Als we een aantal jaren achter elkaar slecht te weinig wind krijgen, dan zullen we het misschien niet halen. Maar dan nog, gemiddeld halen we het wel. En na 6 jaar krijgen mensen hun geld terug, want we hebben het, die obligaties gaan we in 6 jaar terugbetalen. Ja, goed. Ja, trots, maar toch ook weer niet helemaal. Dit is er ook weer een voorbeeld van hoe Nederland faalt op het gebied van de procedures, of niet? Nou, het duurt lang voordat mensen beseffen dat duurzame energie hard nodig is. Het is niet te geloven, maar sommige mensen willen het niet horen. Blijven roepen dat het allemaal niks voorstelt en zo. Nou, 9 keer 2,5 miljoen kilowattuur per jaar. Eén zo'n molen, zeg ik, die is in staat om alle openbare gebouwen van een middelgrote gemeente van stroom te voorzien. 1. En wij bouwen er hier 9. Dus toch, gefeliciteerd Kees Bakker. Hartstikke goed, dankjewel.